2007 begonnen we met het bedrijf Stadsverwarming.nl bij VEE. Een naam de activiteit over voor het beheer en onderhoud van het stadsverwarmingsnet wat al sinds de begin jaren 80 hier in Purmerend aanwezig was. En we kwamen er toen achter dat het netwerk slecht presteerde op het gebied van duurzaamheid, leveringszekerheid, klanttevredenheid en rentabiliteit. En daar moest snel wat verandering in komen. En wij waren op zoek naar een bedrijf dat ons kon helpen om de renovatie doelmatig en efficiënt te laten verlopen. En de producten van Thermoflex en ook de durf en de oplossingsgerichtheid van Thermoflex heeft daar ons toen voldoende overtuigen. Ja, we hadden duidelijk behoefte om een netwerkmodel op te zetten. En we zagen duidelijk ook in de samenwerking met de SVP dat we een gezamenlijke toegevoegde waarde hebben. En op dat gebied, met name op de techniek, vullen we elkaar perfect aan. Thermoflex heeft verstand van de duurzame producten die zij produceren. Wij hebben verstand van hoe je een renovatieproject dat vrij complex is moet voorbereiden. En HAK die verzorgt de uitvoering. Nou, we zijn duidelijk bezig onze ambities te verwezenlijken. En tot nu toe hebben we de 2000ste woning opgeleverd. En je ziet eigenlijk dat er nu al een besparing is van het energieverbruik van ongeveer 400 woningen. En daarbovenop nog eens een keer een CO2-besparing van zo'n 680 ton CO2. Waar we ook heel blij mee zijn, is dat het ook de hele renovatie doelmatig en efficiënt verloopt. Dus eigenlijk lopen we helemaal conform verwachting. Ja, tot nu toe zie je dat we met systemen toch veel meer kunnen bereiken. Met kleinere diameters kunnen we toch beter energiebesparing bereiken. En daar zie je eigenlijk dat we zelfs een straat in een dag door onze prefab oplossingen kunnen realiseren. We leveren straks 80% van onze warmte in Purmerend is straks duurzaam opgewekt. En we proberen daar 100% van te maken. Geheel volgens het gedachtegoed van de circulaire economie willen we ook in de toekomst verantwoordelijk blijven voor onze systemen. Nu zie je eigenlijk al dat we restmateriaal van de bouw terugnemen en recyclen. Maar zelfs in de toekomst willen we hele systemen opnieuw gaan gebruiken.